U was even stuurvrouw van de Hoeve net. Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, op zo'n schip voor het Team Delta, dat is toch wel iets geweldigs. Als je je dan realiseert dat zo'n 10, 12 mensen dat zeilen, de wereld rond, met trajecten tot 42 dagen lang, dan kan er maar van één ding sprake zijn en dat is van enorm teamwerk, teamgeest. Anders red je het niet. Nou zijn we hier op de Hiswa, grote mooie boten, maar het gaat niet zo heel goed met Nederland. Nee, het gaat economisch niet zo heel goed. Maar wat je natuurlijk wel ziet, dat deze sector niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en in de wereld een hele goede naam heeft. En op het moment dat je bezig blijft met innoveren en je gezamenlijk presenteert, dan sta je wel vooraan als die economische crisis voorbij is. Want die gaat een keertje voorbij. Wat kunnen ondernemers gaan doen om toch te blijven verdienen hieraan? Op de eerste plaats zorgen dat je kunt kijken, zorgen dat je kijkt wat je samen kunt doen. We hebben hier vanavond het nieuwe logo van Hiswa gepresenteerd. Maritime by Holland, een prima slogan. Op de tweede plaats, degenen die jachten en schepen en boten bouwen, zorgen ervoor dat je concurrerend blijft, dat je vooraan blijft als het gaat om innovatie. En tegen de wat kleinere bedrijven in het bedrijf, zo zou ik zeggen, zorg dat je je samen voegt in voor een IPC, een innovatieprestatiecontract, om op die manier ook innovaties een kans te geven. Daar moeten we het echt van hebben. Ik begrijp ook dat het een prachtig exportproduct is, die schepen. Ja, het is een geweldig exportproduct. We zijn daar wereldwijd bekend om. Ook wat hier staat, daar gaat heel veel van naar het buitenland toe. En dat is ook goed. Innoveren en exporteren, dat hoort bij elkaar. Nu even zelf kijken voor een boot? Dat zit er niet in, maar ik ga wel kijken naar die mooie boten.